Welkom bij een nieuwe aflevering van Den Haag Frontaal. Deze week een portret van een jonge juf die bewust koos voor een basisschool midden in de Schilderswijk. En het laatste deel van de serie Architectuur in de Wijk. Deze week de Rivierenbuurt. We starten in Eskamp. Het voormalige hoofdkantoor van Stedion, de woningbouwcoöperatie, moest aanvankelijk gesloopt worden. Maar met de economische malaise in het achterhoofd besloot men om het gebouw toch nog maar even te laten staan en het een nieuwe bestemming te geven. Het hart van Moerwijk, hier, is inmiddels een feit. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij hebben een afspraak met de kraamzorg, met de computerhulp en met de kapper. Zijn ze aanwezig? Die zijn boven, ja. Hartstikke bedankt. Het pand stond leeg. We wilden een optimale herbestemming aangeven. We hebben met bewoners in de omgeving gesproken, omdat we nadrukkelijk hun wensen tot uitdrukking wilden laten komen. En daar is dit project uit ontstaan. Ik heb een wasbak heb ik hier staan. En daar komt straks mijn keuken. En kaptafel staan daar, mijn droogkappen zijn er alvast en de rest volgt. En dan komen we hier bij het wijkrestaurant. Hier gaan we vanaf 1 februari starten met Resto van Harte. Waar mensen vanaf €3,50 en 3 gangen menu bij ons kunnen eten op maandag en vrijdagavond. Nou ja, dit project houdt in dat er allerlei functies aangeboden worden waar bewoners in de wijk wat aan zouden kunnen hebben. En waarbij wij hopen en wensen en verwachten dat bewoners ook hier heel graag een kijkje willen nemen en met ons gaan meedoen. En hier zijn we bij de kraamzorg. Hallo. En wij zijn op zoek naar vrouwen die zwanger zijn en straks gaan bevallen. Die willen wij heel graag verzorgen en de kindjes ook. We hadden eerst aan huis een kantoor. En toen kregen we de aanbieding om hier een kantoor te krijgen van Hart van Moerwijk. Die hebben we aangenomen en we zijn geopend vanaf januari. Ja, het is zo dat wij startend ondernemerschap ook een kans willen geven om de lokale wijkeconomie te stimuleren. Dus ondernemers die hier komen, die opereren voornamelijk eerst in hun achterkamer en krijgen nu de kans om tegen een maatschappelijk tarief hun bedrijfje op te starten. En dat vertaalt zich uiteraard door in de prijzen die zij vragen voor hun product of dienst. Dus heel laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen. Bruidjurk kunnen we even laten zien. Het zijn wel mooie jurken allemaal hoor. Overweeg het nieuwe jurken, gedoneerd door Bruidzaken in Nederland. En mensen die zeg maar op het bestaansminimum leven en toch willen trouwen, die kunnen hier een jurk uitzoeken. En de enige kosten die ze daarmee betalen, zijn de kosten voor de stomerij. Moet je zien, dit is toch geweldig? Ja, goed, we hebben allerlei functies onder in dak waarbij je kan denken aan een schoonheidsspecialist, een kapper, een fysiotherapeut of een kringloopwinkel. En dat zijn functies waar het op dit moment aan ontbreekt in de buurt. En waar wijkbewoners bij ons hebben aangegeven dat ze het op prijs zouden stellen als die hier zouden komen. Ton? Jongeren zonder enige startkwalificatie komen bij ons binnen. Krijgen in 3 maanden tijd een opleiding tot computerhersteller en daarnaast ook een theoretische cursus. En die leidt op tot een Engelstalig examen. En als ze dat redden, dan zitten ze op mbo 2 in slechts 3 maanden. Het is zo dat Moerwijk, waar wij ons bevinden, is natuurlijk onderdeel van Den Haag Zuidwest. En dat is een van de 4 krachtwijken in Den Haag. En het gevoel is een beetje dat er minder verbondenheid is en dat men minder trots is op zijn wijk. En wat wij heel erg hopen met dit initiatief is dat als mensen hier langslopen, dat ze zich toch identificeren met Hart van Moerwijk. En zich mee verbonden voelen en er net als wij trots op zijn. Op de Pabo wisten het al. Veronique Visser wilde les gaan geven op een basisschool midden in een achterstandswijk. Voordat ze haar diploma op zak had, was ze al aangenomen bij basisschool De Voorsprong midden in de Schilderswijk. Ze geeft daar nu 4 jaar les en op dit moment is ze de juf van groep 7. Het is een school in een achterstandswijk en dat is hetgene wat me dus aantrok. Kinderen hier zijn minder talig vaak dan de kinderen die of hier geboren zijn of Nederlandse ouders hebben. En ik heb zelf ervaren dat het vooral voor die kinderen ontzettend moeilijk kan zijn om in deze maatschappij het hoofd boven water te houden. Hoe heb jij dat zelf ervaren dan? Ik zat zelf in groep 5. En in die periode kwamen er dus steeds meer anderstalige kinderen ook bij mij op school. En daar was een Marokkaanse jongen. En die werd ingeschreven door zijn vader onder de naam Ramouni Galit.
En deze jongen sprak geen woord Nederlands. En na een aantal maanden intensief Nederlandse lessen en woordenschatonderwijs en dat soort dingen, kwam hij uiteindelijk naar de juf toe die wij toen hadden. En die zei van, juf, ik word gepest. En toen zijn we dat gaan uitzoeken. En toen is vader ook op school geweest en gaan doen. En toen bleek dat Ramouni zijn achternaam was. En dat wij hem dus constant met zijn achternaam aanspraken. Dus hij ervaarde dat een beetje als pesten. Maar hij heeft dat dus die wekenlang niet onder woorden kunnen brengen. En dat ben ik echt nooit meer vergeten. Dat vond ik zo'n frappant voorbeeld eigenlijk van hoe moeilijk het eigenlijk is als je hier komt. En je kent niemand en je weet niks en je spreekt de taal niet. Bezienswaardigheid. Wat is dat nu weer? Als een bezienswaardigheid ook kan. Als iets waard is en dat je het leuk vindt om te kijken. Heel goed, ja. Nou, volgens mij weet iedereen wat een rivier is inmiddels. Ga ik niet uit. Bij ons op school is het zo dat we heel veel aan woordenschatonderwijs doen. En daardoor kun je de taalvaardigheid en de woordenschat van een leerling vergroten. En als je dan ziet dat dat lukt, dat geeft een goed gevoel natuurlijk. Daarvoor zit je eigenlijk ook in het onderwijs. Maar de kleine dingen, die kunnen al voor zo'n grote ervaring zorgen hier. En dat is gewoon ontzettend mooi. Dus ik wil even een goede luisterhouding. Het is als ik vind de Veronique wel heel lief, want ze geeft ons heel goed les. En als iemand iets niet begrijpt, legt het nog een keer uit. En soms kan ze wel boos zijn, maar heel vaak is ze wel aardig. Vaak doen we met haar leuke dingen. We gaan vaak ergens naartoe met haar. Dus ik een goed lesgeef. Voor de kinderen hier op school is het een heel spannend uitje als we naar een kinderboerderij zouden gaan. Want, hoe zit dat dan? En hoe werkt dat dan? En het boerenleven, daar hebben ze nog nooit van gehoord. Dus ja, dat soort dingetjes, dat zijn leuke activiteiten, kleine activiteiten, waar dus een ontzettend groot leerrendement uitgehaald kan worden. En dat geeft mij altijd wel een heel goed gevoel. Wat was Gerard Douw, blijkt uit het verhaal? Schilder. Dit is dus echt een school waar alleen maar van oorsprong buitenlandse kinderen op zit. Terwijl ze in Nederland zijn geboren. Hoe vind jij dat eigenlijk? Ja, ik vind het eigenlijk heerlijk. Ik kan ontzettend veel van deze kinderen leren. En ik hoop zij ook van mij. En die mengeling zeg maar, van de culturen die daardoor ontstaat. Ja, ik vind dat fascinerend eigenlijk. We hebben niet alleen moslimkinderen. We hebben bijvoorbeeld ook christelijke kinderen. We hebben Hindoestaanse kinderen die dus zeg maar het hindoegeloof ook hebben. Maar geen kinderen met blonde haren en blauwe nee, ogen? Nee, maar daar hebben ze de juffen voor, toch? Welkom bij Krachtvoer! Schoonheid is van alle tijden en speelt binnen elke cultuur. Maar wat is schoonheid nu precies? Vandaag gaan wij op onderzoek uit in Transvaal. Dan zijn we in een beauty salon, maar wat doen jullie eigenlijk allemaal? We hebben ook een kapsalongedeelte. We hebben de medisch microdermabrasie. We verwijderen littekens. We hebben definitief ontharing. Permanente make-up. Bijvoorbeeld bij mensen die een halve wenkbrauw missen. Dat wordt dan eigenlijk als het ware getatoeëerd. Epileren met draad. Maar op het moment zijn hele strakke wenkbrauwen echt met een hoekje. Dat is heel erg in. In Turkije, als je bijvoorbeeld naar een kapper gaat, dan is het heel erg normaal dat je je voeten doet en dat je je handen doet. En wat voor klant krijgen jullie? Wij zijn heel erg gespecialiseerd in de donkere huid. De donkere huid is natuurlijk gevoeliger dan de blanke huid. Ik zeg, mijn meeste klanten zijn toch veel buitenlanders. Doordat de sociale controle daar veel meer is onderling, gaan de mensen veel vaker naar de kapper en naar de schoonheidsspecialist dan hier. Maar je ziet dat die trend zich ook neerzet bijvoorbeeld in de Nederlandse cultuur. Het is gemiddeld zo dat mensen vroeger bijvoorbeeld één keer in de 5 weken naar de kapper gingen en nu zie je ze toch wel één keer in de 3 weken. Merkt u ook nog verschil in mode van in Turkije en hier? Het hanekamp wat we hier zo zien, maar laten we zeggen dat het dan nog 30 centimeter langer is allemaal. Je ziet bijvoorbeeld onder de Turks en Hindoestaanse gemeenschap dat er veel meer durf is om dingen uit te proberen. Oorharen branden met spiritus, watje om een pinnetje en daarmee schoei je het haar eigenlijk weg. Dan duurt het wat langer voordat het haar weer terugkomt. Als jij nou het schoonheidsideaal voor vrouwen mag bepalen? Als een vrouw gewoon lekker in haar vel zit, is het mooist. We zijn tot de conclusie gekomen dat mensen tegenwoordig wel meer tijd besteden aan hun uiterlijk. Verschillende culturen hebben invloed op het schoonheidsideaal in Transvaal. Tot de volgende keer! Vandaag het laatste deel van onze serie Architectuur in de wijk. Marcel Teunissen, architectuurhistoricus, leidt ons voor de laatste keer rond door een van de wijken.
Vandaag is dat de rivierenbuurt. Ooit geweten dat Den Haag niet voor een stadsmuur koos, maar voor water ter bescherming van onze vijand? Den Haag heeft geen muur als stadswal, maar singels. Ja, tijdens de 80-jarige oorlog heeft prins Maurits het idee gelanceerd om een waterlinie te bouwen rond de stad ter bescherming. En dat is een jas van singels geworden, die vandaag de dag nog intact is trouwens. Kun je zien op de Haagse stadsplattegrond. Dus. En tot 1860 was die jas van singels ook ruim genoeg om uit te breiden. En daarna barstte de stad uit haar voegen. En toen? Toen is de sprong over de singels gemaakt en zien we diverse plekken in de stad. Zoals hier aan de Oranje Buitensingel, dat gebouwd werd aan de andere kant van de grachten. En toen is ook die brug er gekomen. Die brug is zo'n 145 jaar oud en inmiddels een rijksmonument. En zijn die huizen aan de overkant nou veel nieuwer dan de huizen hier? Ja, de huizen aan de overkant zijn inderdaad van na 1860 en veel huizen binnen de Singelgracht zijn dus van voor 1860. Rivierenbuurt, wat is er gebeurd hier? Ja, hier heeft vernieuwing plaatsgevonden. Hier is het Haagse Hof gebouwd. Je kunt duidelijk zien dat de ontwerper niet houdt van eigentijdse architectuur, maar teruggrijpt eigenlijk op historische architectuur. En we zien zogenaamde stadswoningen, woningen in vier bouwlagen, dus met extra veel vloeroppervlak. En hier stonden dus allemaal flatgebouwen, kantoorgebouwen? Nou ja, dit was een kantoorlocatie uit de jaren 60 die eigenlijk helemaal niet paste in de buurt. En een aantal jaar geleden is dit radicaal vernieuwd. De Haagse Hof is de naam. Dus, met dure woningen zo te zien. Dure woningen, inderdaad. Baksteenarchitectuur. Je ziet ook de verschillende kleuren en baksteen om het, het beeld te verlevendigen. Grip in Den Haag, wie kent het niet, na een avondje stappen, even een patatje oorlog of een broodje haring eten. Al dan niet na een bezoek aan de Rossenbuurt, daarachter gelegen. En de haringkoning zelf was begin jaren 90 aan vernieuwing toe en heeft daarvoor een architect in de arm genomen. En dat heeft geleid tot een bijzonder resultaat. Tot zover Den Haag Frontaal van deze week. U kunt ons terugzien in de herhaling of op het gemeentelijk YouTube-kanaal, maar natuurlijk ook op onze eigen website denhaagfrontaal.com. Daar vindt u ook de rest van de gegevens over deze uitzending. Maandag 24 januari, dan zijn we er weer en ik hoop dat u dan weer kijkt. Tot dan!